ben Annemarie Geurts van het magazine Tuinseizoen. Vandaag ga ik verschillende zaden oogsten. Eerlijk gezegd zaai ik zelf niet zo vaak bloemen, want planten zoals judaspenning en stokrozen, die mogen zich in mijn tuin gewoon uitzaaien. En als ze dan opkomen op een plek waar ik ze niet wil hebben, dan haal ik ze eruit of ik verplant ze. De zaden die ik vandaag dan ook ga winnen, die zijn bedoeld om weg te geven. Judaspenning is een tweejarige plant die al bloeit in april. En daarna gaat hij die zaadpenningen vormen. Die zijn heel decoratief, vooral als je de vliezen eraf haalt waar de zaden in zitten. Kijk, en vanwege die vliesjes wordt het ook wel Judaspenning genoemd. Ik heb hier verschillende stokrozen staan in diverse kleuren. Lichtgeel, roze en rood. Omdat stokrozen onderling makkelijk kruisen, verzamel ik de zaden gewoon in één bakje. En dan zie ik vanzelf volgend jaar wel hoe de zaden opkomen, wat voor kleuren de bloemen geven. Oogst zaden altijd op een droge dag. En de meeste zaden oogst je als de zaden helemaal rijp zijn. Dat kun je zien als de zaaddozen zijn ingedroogd. Dan schud je de zaden er makkelijk uit. En dan heb ik hier nog bladpeterselie. Nou, die zaden zijn ook heel makkelijk te oogsten. Zijn de zaden eenmaal geoogst, dan kun je ze binnenshuis laten drogen. En eventueel doe je dat op een stukje keukenpapier. En daarna kun je ze in envelopjes bewaren. Of je kunt zelf envelopjes vouwen van koffiefilters. Maar wat natuurlijk nog leuker is, zijn deze zaadzakjes. En die kun je downloaden via onze website tuinseizoen.com. Vergeet niet er duidelijk op te schrijven welke zaden je erin doet. Nou, bedankt voor het kijken. Meer tuintips vind je op onze website tuinseizoen.com of in ons magazine Tuinseizoen.